Ik heb zo'n boek gelezen, De man die naar paarden luistert, The man who listens to horses. En dat is jaren geleden. En als je dat boek leest, dan denk je van, dat is ongelooflijk. En het is met die inspiratie van het boek, dat je zegt van, we zijn met paarden bezig. Hij op de westeren rijden en nu helpt hij op allerlei stijlen en wij met het springen en Inke met de zuur. En het is een